Ik ben Ralf Meulenbroeks en vandaag ben ik op Tilburg University om met rector Wim van der Donk te praten over het academisch leraarschap. Kijk! Welkom! Hallo. Welkom! Goedemorgen! Fijn dat we hier mogen zijn in deze ongelooflijk mooie zaal in Q. Wie was nou jouw grote voorbeeld op de middelbare school? Want ik heb er echt een paar. Van Kouwenhoven die economie deed. Ja. De passie dat hij, ik geloof, in de laatste 5 minuten nog aan een nieuw hoofdstuk begon. Ik dacht van door. Ja. Maar ook mijn docent Frans. Liefde voor taal, maar ook wetenschap. Hij promoveerde in de tijd dat wij les van hem hadden. Was toen destijds eigenlijk normaal. Redelijk normaal. Hè? Ja, en het was ook helemaal niet gek om na je docentschap weer in de academie terecht te gaan. Misschien is dat wel iets wat we weer zouden moeten nastreven. Want ik geloof echt dat het vonkje bij mij, hè, om te realiseren dat wat er in een boek staat, dat er altijd nog een andere opinie mogelijk is, of nieuw onderzoek, of nieuwe inzichten. Als wij een bijdrage kunnen leveren om opnieuw het belang, hè, van academisch gevormde docenten in het middelbaar onderwijs. Investeren in je docenten is investeren in de toekomst van je samenleving. Heb je nog andere dingen die zeggen van, nou, dat is echt typisch iets wat bij een academisch docent hoort? Nou ja, dat je echt ook, laat ik zeggen, stevig een discipline beheerst. Dus een beetje liefde voor je vak. Ja, Van Mulken, ja, dat was een fantastische docent. Ja, daar werkte hij ook voor. Je had het wel uit je hoofd als zij zo gepassioneerd en enthousiast was om een beetje achterover te leunen. Dat stond niet in het woordenboek. Je had de ereplicht om van dat onderwijs ook echt te genieten en je best te doen. En dan zijn we hier in die prachtige zaal in Cube. En ja. Wat ik zo mooi vind, jullie hebben een prachtig alumni-beleid. Iemand kan in deze zaal een plaatje krijgen. Een eentje daarachter, daar staat op, als je denkt dat onderwijs duur is, probeer eens onwetendheid. Hè? Dus het idee dat je hier als het ware een boodschap achter kunt laten van wat je hier geleerd hebt voor al die jonge mensen die hier weer gaan zitten. Zoals ik terugkijk naar mijn docenten op de middelbare school, kijken zij hopelijk terug op een hele fijne tijd hier in Tilburg, waar ook van dat soort inspirerende docenten in een iets ruimere klaslokaal dan ze gewend waren op de middelbare school. Nou, stel je voor, je komt hier als student binnen, je ziet dat bordje, ja. En je denkt inderdaad van, hey, wat raad je nou studenten aan die zo'n gedachte hebben? Ik wil iets met onderwijs doen. Als dat vonkje overgeslagen is, kunnen wij niet anders dan dat bevorderen. En dat omvormen tot een echte vlam. We hebben een universitaire leraaropleiding. We hebben een Center for the Learning Sciences om je ook echt te scholen in dat docentschap en dat leraarschap, wat zich natuurlijk ook voortdurend ontwikkelt. Docentschap is een roeping, in zekere zin ook. Je moet het ook ambiëren om dat te doen. En misschien moeten we het die mensen ook iets makkelijker maken. Maar als je als student dan zegt, ik ben een bachelorstudent en kan ik bijvoorbeeld een educatieve minor doen hier? Ja, we hebben minoren om dat te ontwikkelen en we hebben allerlei manieren om kennis te maken met dat lerarenvak. Hè. Dus binnen elke school, elke faculteit, zijn er mogelijkheden om dat te doen. Maar dat motto wat ik straks zei, als je denkt dat onderwijs duur is, probeer eens onwetendheid. Nou, ik denk dat de geschiedenis ons gelijk geeft dat we daar niet genoeg aan kunnen doen. Dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Hartelijk dank voor je graag tijd. Graag gedaan.